Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag lekker in deze video mijn make-up doen. Ik had gevraagd op Instagram of jullie nog wat vragen hadden. En die hadden jullie zeker. Dus ik dacht, ik ga lekker mijn make-up doen. Lekker bijkletsen met jullie. Vorige week was ik namelijk op Ibiza en daar heb ik niet gevlogd. Dus deze week komt er geen vlog online. Maar ik wilde toch graag voor jullie een video online zetten. Dus ik dacht, we gaan gewoon even lekker kletsen en even lekker samen ons make-up doen. Of in ieder geval, ik ga mijn make-up doen. Ik kreeg ook een paar DM's waarom ik niet gevlogd had op Ibiza. Maar ik was met twee vriendinnen met wie ik eigenlijk nooit echt vlog. En ze zeiden al van, als je daar wil vloggen moet je dat lekker doen. Maar ik weet niet. Ik vond het wel gewoon chill om dat niet te doen. Om niet de hele tijd die camera ook in hun gezicht te proppen. En gewoon even gezellig. Het was ook onze eerste vakantie met z'n drieën. Dus ik ga even mijn haarband in doen om mijn haar uit mijn gezicht te halen. Ik heb hier mijn make-up. Ik ga eerst eventjes beginnen met mijn skincare. Daar gebruik ik al best wel lange tijd hetzelfde voor. Ik begin altijd met Garnier Vitamine C Serum. En die doe ik altijd over gewoon mijn hele gezicht. Ik weet dat het eigenlijk niet goed is om dat pipetje tegen je gezicht aan te houden. Maar ik ga eventjes de eerste vraag erbij pakken. Wat zijn je ervaringen met extensions? Nou, voor de mensen die mijn weekvlogs ook kijken, die weten dat ik bijna 2 jaar lang extensions heb gehad. Ik heb eigenlijk van zo heel erg veel krullen. Maar dat vind ik gewoon niet echt mooi. Dus op de middelbare school ben ik begonnen met mijn haar te stylen. Elke dag. En daarna ben ik ook gaan blonderen. Want mijn haar werd steeds donkerder. Vond ik ook niet mooi. En daardoor is mijn haar gewoon super dun geworden. Heel erg afgebroken. Of je een plaatje hier zit van hoe mijn haar eerst was. En daar baalde ik gewoon van. Dat was echt een van de grootste onzekerheden denk ik die ik had. Dat was mijn haar. Want ik had gewoon echt spriethaar, peenhaar. Ik zal eventjes een foto hier zetten van waar mijn haar denk ik wel op zijn ergst was. En toen heb ik er dus voor gekozen om extensions erin te laten zetten bij Beauty by Rose. Ik was er echt mega blij mee. Het zag er zo natuurlijk uit. En mijn haar was niet per se mega veel langer, maar het was echt een stuk dikker. En dat miste ik gewoon. En dus ja, ik was er echt super blij mee. Maar ik merkte wel, doordat ik die extensions had, moest ik wel elke dag iets met mijn haar doen. Want mijn eigen haar, die krullen matchen natuurlijk niet met die stijle extensions. Ik stelde mijn haar eigenlijk nog meer, waardoor mijn eigen haar nog slechter werd. En toen afgelopen november volgens mij, november, oktober, heb ik ervoor gekozen om ze eruit te laten halen. En niet omdat ik er niet meer blij mee was, want ik was er eigenlijk nog steeds echt heel erg blij mee. En ik vond het ook heel erg lastig om ze eruit te halen. Maar ik dacht, oké, als ik nu voor de rest van mijn leven extensions ga blijven dragen, gaat mijn eigen haar nooit beter worden. Dus toen dacht ik, oké, ik ga ze er nu gewoon uithalen. En zoals je kan zien heb ik nu geen krullen. Maar ik heb daarna een keratinebehandeling in mijn haar laten doen. Dat betekent dat dus met de steltang dus keratine extra in je haar doen. Keratine zit dus van iedereen bij zichzelf in zijn haar. Maar met zo'n behandeling stuppelt ze dus nog extra creatine in je haar. Waardoor het dus voor een langere periode stijl blijft. En ook daar zijn de meningen over verdeeld of dat goed of slecht is voor je haar. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag dat een beetje als enige optie. Omdat ik vind mijn krullen gewoon echt niet mooi bij mij staan. Heel veel mensen kennen mij ook niet eens met krullen. En om nou elke dag mijn haar weer te gaan stylen was ook geen optie voor mij. Dus toen heb ik die keratinebehandeling gedaan. En daar ben ik echt zo mega blij mee. Ik hoef mijn haar niet meer te stylen. Ik feun het gewoon 's ochtends met de feunborstel of normale feun. En het zit gewoon goed. Ik hoef verder geen hele erge hitte meer op mijn haar te gebruiken. Zoals de steltang of iets. Dus ja, voor mij was dat echt een uitkomst. En ik heb ook wel het idee dat mijn haar weer wat langer en wat voller door aan het worden is. Want toen mijn extensions er net uit waren, was het denk ik echt tot hier en heel sprieterig. En ja, het zag er eigenlijk echt niet uit. Dus ja, ik heb ook wel het idee dat die keratinebehandeling voor mij gewoon oprecht wel echt werkt. En ik ben heel benieuwd hoe mijn haar er over een jaar uitziet. Maar ik ben er in ieder geval weer een stuk blijer mee dan een half jaar geleden toen mijn extensions er dus net uitgingen. Maar over het algemeen, ja, over de extensions was ik gewoon super tevreden. Oogde gewoon natuurlijk. Ik was altijd weer een beetje zelfverzekerdheid met mijn haar. Ik durfde het weer los te dragen. Ik kon er weer dingen mee. Dus over het algemeen was ik er echt heel erg blij mee. Maar voor op lange termijn had ik zoiets van, ja, dit gaat niet echt de oplossing zijn, denk ik, voor mij. Ik moet gewoon mijn eigen haar weer terug zien te krijgen. Dus dat is de reden dat ik het eruit heb gehaald. Zoveel mensen die vragen of Zoe en ik ruzie hebben. Nou, we hebben dus laatst samen een mukbang opgenomen voor Zoe haar kanaal. Die staat nog niet online. Die komt denk ik binnenkort. En daar kwam die vraag dus ook echt al heel vaak in voorbij. Maar we hebben dus helemaal geen ruzie. We spreken en zien elkaar eigenlijk evenveel als daarvoor. Ik snap wel voor mensen dat het misschien lijkt alsof we elkaar niet zoveel zien. Omdat we een periode hebben gehad dat we elkaar heel veel zagen. Want toen gingen we samen naar content trip voor Ibiza. Toen gingen we samen naar Londen voor een PR-reis. Toen gingen we samen naar Kopenhagen voor Fashion Week. Dus er was echt een periode dat we elkaar echt heel veel, ja, dat we heel veel samen in de vlogs en zo zaten. En dat is nu een stuk minder. Maar dat betekent niet dat we ruzie hebben of
geen contact meer hebben of weet ik veel wat. Dus voor de mensen die zich dat afvragen, nee. Joey en ik hebben geen ruzie met elkaar. Heb je nog een relatie? We zien hier niks van in je vlogs. Dat klopt. Ik heb nog steeds een relatie, wat ik heel erg leuk vind en heel erg blij mee ben nog steeds. Maar ik vind het eigenlijk ook wel lekker om dat een beetje privé te houden. Kijk, als ik met hem op vakantie ben of we hebben een leuke foto samen, vind ik dat echt wel leuk om te plaatsen op Instagram of met jullie te delen. Dat is het dan ook eigenlijk. Ik hoef geen hele mukbangs met hem te maken of hem in de vlog te laten zien. Ik vind dat stukje privé ook juist wel weer heel erg leuk. Ik denk ook niet dat hij er heel erg veel behoefte aan heeft om helemaal apart in een video te komen, wat ik ook snap en ook helemaal prima vind. Het is niet dat ik het bewust heel erg privé hou, maar ik weet niet. Ik wil er gewoon niet heel erg veel over. Meer als ik inderdaad een leuke foto heb, vind ik het leuk om te delen. Als we samen op vakantie zijn of uit eten zijn of weet ik veel wat, vind ik het leuk om er iets van op mijn story of op inzet te zetten. Maar ook niet in overvloed. Het is niet dat ik elke dag of elke week nog met hem plaats. Dus ja, we hebben nog steeds een relatie, maar het klopt dat hij niet in de vlogs komt. Maar hij is eigenlijk nooit in de vlogs geweest. En ik denk dat we dat beide ook helemaal prima vinden en goed vinden zoals dat nu gaat. Er vroegen ook mensen of ik nog vakantieplannen had. En dat sluit wel leuk aan op de vorige vraag. Want ik ga dus eind augustus met Stan op vakantie naar Rodos, waar ik echt mega veel zin in heb. We zijn eerder samen een weekendje naar Parijs geweest. En we zijn met zijn gezin op vakantie geweest, wat ook heel erg leuk was. Maar we zijn nog nooit met z'n tweeën echt op zomervakantie geweest. Dus ik heb er echt mega veel zin in. Ik kan echt niet wachten. We gaan dus naar Rodos eind augustus. En we verblijven in Rodosstad. En ik heb echt al heel mijn notitielijst. Ik zal het even laten zien. Heel mijn notitielijst vol met allemaal tips en dingen. En ik heb er ook achter geschreven hoe ver alles van het hotel vandaan is. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Dus heb je nou nog leuke tips voor Rodos? Mag je het altijd laten weten? Want ja, ik heb echt heel TikTok en YouTube al afgestruimd voor allemaal tips. En ik denk dat ik er al aardig wat heb, maar meer is altijd welkom. Dan een vraag die ik eigenlijk best wel leuk vind. En dat is, wat vind je het leukste slash minst leuk aan influencer zijn? En ik, nou, sowieso dat woord vind ik al echt vreselijk. Verschrikkelijk vind ik dat woord. Dus nou, dat vind ik dus altijd minst leuk dat mensen je zo noemen. Nee, het leukste vind ik natuurlijk gewoon dat je hebt superveel vrijheid. En je bent eigenlijk gewoon je eigen baas. Je kan alle content en dingen plaatsen zoals jij het leuk vindt. Tuurlijk, als je een samenwerking hebt, zitten er soms wat richtlijnen aan. Maar in principe kan je het altijd zo maken zoals je zelf wilt. En je kan in principe werken vanaf waar je wilt. En je hebt gewoon heel erg veel vrijheid, wat ik op deze leeftijd gewoon heel erg leuk vind. Dat als er inderdaad, bijvoorbeeld laatst was ik dan met die meiden naar Ibiza, als dan zo'n tripje spontaan geboekt wordt, dat ik dan ook kan zeggen van, ja, vind ik leuk en ik kan. In plaats van dat je zegt, oh, ik moet met mijn werk kijken, ik heb geen vrije dagen meer, dus. En ik snap dat dat echt een luxe positie is, maar dat vind ik wel echt heel erg leuk aan dit werk. Dat je gewoon zo vrij bent in het doen en laten wat je, in het doen en laten wat je wilt. Dat je kan doen en laten wat je wilt, ja, dat. En wat ik het minst leuke vind, is denk ik dat mensen als wij het best wel vaak oordelen over je hebben. En je soort van moet verantwoorden voor wat je doet. Ik heb de laatste tijd heel erg, dat ik het heel erg lastig vind. Bijvoorbeeld als mensen vragen van, ja, wat voor werk doe je? Dan schaam ik me altijd een beetje of zo. Ik vind het eigenlijk ook nooit leuk om te zeggen dat ik content creator ben. Omdat mensen hebben er vaak zo'n beeld van oh, van die simpele, makkelijke mensen. En voor mij, ik kan het gewoon niet echt uitleggen. Kijk, het werk wat ik doe voegt natuurlijk niet heel veel toe aan de maatschappij. Wat heel veel andere banen wel doen. En als mensen dan zeggen, ja, ik volg een studie en ik doe dit en ik doe dit. En dan kom ik met, ja, ik maak video's en foto's op Instagram en TikTok en YouTube. Ik vond dat wel heel erg lastig. En ook omdat mensen gelijk een beeld hebben van, oh ja, maar je doet toch niks. En kijk, ik zeg ook niet dat influencer zijn heel moeilijk werk is. Het is super belonend werk, super leuk werk. Het voelt ook niet als werk. Dus het voelt ook, dat ik nu een video opneem, is eigenlijk werk, maar het voelt niet als werk. Dus dat maakt het voor mij heel erg leuk. Maar daardoor zijn mensen er denk ik wel een soort van heel makkelijk in of makkelijk over oordelen van, ja, maar wat doe jij nou eigenlijk? En dat vind ik wel lastig. En misschien ook wel het minst leuke dat mensen daar zo vooroordelend over zijn. Oh, heel mijn hoofd is aan het vervellen. Oh, wat erg. Er komen wel hele schilfers uit mijn hoofd vallen. Gadverdamme. Dan echt super veel vragen nog steeds over afvallen, sporten. Volgens mij heb ik dat ook al een keertje een beetje behandeld in een vorige
Q&A. Er blijven dus blijkbaar nog steeds best wel veel vragen naar komen. Wat ik heel erg lastig vind, want ik vind dat gewicht en zo is bij iedereen anders. En iedereen zijn doel is anders. En ieder lichaam heeft ook wat anders nodig. Ik ben bijvoorbeeld 1,58, dus best wel klein. Dus ik heb weer hele andere voedingsbehoeftes nodig dan bijvoorbeeld een vriendin van mij die 1,74 is. Die heeft gewoon meer nodig. Dus ik vind het altijd best wel lastig om het erover te hebben. Maar als mensen aan mij vragen, hoe ben je zoveel afgevallen? Ongeveer drie jaar geleden, was ik wel echt een stuk zwaarder. Was ik denk ik 10 kilo zwaarder of zoiets. En hoe mij is gelukt om zoveel af te vallen, is gewoon echt op voeding te gaan letten en te gaan sporten. En het klinkt heel cliché, maar ik verrat echt alles wat los en vast zat. En ik sportte dan misschien 1 of 2 keer in de week. En dan niet eens echt met een doel. Dan ging ik gewoon een beetje aan apparaat lopen trekken. Vanaf het moment dat ik dacht, oké, nu is het klaar. Toen ben ik echt op mijn voeding gaan letten. Zorgen dat ik genoeg eiwitten binnenkreeg. Je moet ongeveer je lichaamsgewicht keer 1,8/2 doen. Dus stel jij weegt 60 kilo. Dan moet jij ongeveer, 60 keer 1,8. Moet je ongeveer 108 gram eiwitten binnenkrijgen. Je spieren te laten groeien. Maar veel eiwitten eten helpt ook met vetverlies. Dus daar ben ik heel erg op gaan letten. Ik ben niet meer zoveel chips en snoep gaan eten. Gewoon 's ochtends, 's avonds, 's middags eten. Niet meer elke dag pasta carbonara of weet ik veel wat. Want pasta carbonara is echt mijn lievelings. En dat eet ik echt het liefst elke dag. Maar dat kan gewoon niet. Dus dat soort dingetjes ben ik allemaal gewoon op gaan letten. Ik ben veel water gaan drinken. En ik ben gaan sporten. Ik vooral begon met cardio, omdat ik gewoon nog niet echt een idee had wat ik met krachttraining nou moest doen. Ik ging dan gewoon van die intervals doen. Ik ging op de fiets zitten. Maar op een gegeven moment ben ik dus ook krachttraining erbij gaan doen. En eigenlijk ben ik gewoon op TikTok dingen gaan opzoeken. Want ik had er ook echt nul verstand van en weet nog steeds van alles niet alles. Maar ik ben gewoon op TikTok gaan kijken. Leg days, armtrainen, rugtrainen. Welke oefeningen zijn waar belangrijk voor? Welke kan ik combineren? Welke kan ik beter niet combineren? En aan de hand daarvan ben ik gewoon een lijstje in mijn notities gaan maken voor mezelf. Van oké, als ik dus rug ga trainen vandaag, dan ga ik dus deze oefeningen doen in deze volgorde. En ik ben ook bij gaan houden hoeveel gewicht me iedere keer lukte. Want ik wilde iedere keer een stukje omhoog aan het begin. Want aan het begin kon ik gewoon nog echt helemaal niks. Dus dat ben ik gaan bijhouden. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld benen. Van oké, vandaag ga ik benen billen doen. Nou, op TikTok heb ik gezien dat deze combinaties goed zijn. Dus dan ga ik deze 4 doen. 4 of 5 oefeningen. En dan deed ik die bijvoorbeeld 3 setjes van 8 of 3 setjes van 10. En als ik dan van alles 12 kon, dan ging ik weer een gewicht omhoog. Dus zo hield ik dat eigenlijk een beetje bij. En eigenlijk ben ik dat gewoon gaan volhouden. Voordat ik op vakantie ging, heb ik echt 2 weken echt plantsoen dieet. Ik weet niet hoe je dat zegt. Echt niet heel veel gegeten. En dat zou ik ook echt niet aanraden. Want ik ben toen echt 2-3 maanden niet ongesteld geworden. Omdat ik dus zo weinig voedingsstoffen binnenkreeg. Dus als je het doet, doe het wel op de gezonde manier. Zoals ik nu ook doe. Want je lichaam moet wel gewoon blijven werken. Dat is wel gewoon heel erg belangrijk. Want heel erg leuk het afvallen en strak in je vel willen zitten. Maar je lichaam moet wel gewoon blijven werken. En daar had ik toen eventjes niet meer aan gedacht. Dat je lichaam ook soort van kan zeggen, nee ho, stop. Dus ja, dat. En wat mijn doel nu is, ik ben trouwens klaar met mijn make-up. Ik zit alleen maar te lullen. Maar wat mijn doel nu is met sporten is, denk ik, ik ben op zich blij met hoe alles nu is en hoe alles er nu uitziet. Maar ik wil gewoon nog eventjes die laatste paar weken gewoon even goed mijn best doen. En kijken wat voor resultaten ik kan behalen in 75 dagen tijd. Want ik ga over precies 75 dagen op vakantie. En ik denk dat iedereen de 75 dagen hard challenge van TikTok wel kende. Nou ga ik dat niet helemaal doen, want ik zie mezelf niet elke dag 10 pagina's van een boek lezen. Maar ik ga wel proberen 75 dagen te bewegen, 3 liter water, gezond te eten. Iedere ochtend appelsiederazijn. Heb ik gehoord dat dat heel goed is. Ben ik vandaag mee begonnen. Dus hou mijn weekvlog in de gaten als je wil weten hoe dat afloopt. Maar ik wil gewoon zien wat het doet met mijn lichaam als ik gewoon 75 dagen er echt even helemaal vol voor ga. Oké, en de laatste vraag wat ook echt heel vaak gesteld wordt in mijn DM. Wat ik niet helemaal begrijp. Misschien wel. Maar hoe ik zo snel bruin word. Nou, nu moet ik zeggen, ik ben vorige week natuurlijk op vakantie geweest. Voor mijn gevoel is mijn kleurtje er al een beetje af aan te gaan. Maar ik word gewoon echt oprecht heel erg snel bruin. Ik denk dat ik dat gewoon van mijn ouders heb. Die worden ook allebei best wel snel bruin. Eigenlijk iedereen in onze familie wordt heel erg snel bruin. Ik verbrand ook niet heel snel. Ik moet zeggen, op Curaçao verbrandde ik wel echt leven. Maar daar was het echt next level. Maar over het algemeen verbrand ik eigenlijk niet heel snel. Word ik best wel snel bruin. Hoe slecht het ook is, ik ga af en toe onder de zonnebank. Soms voor vakantie wel
iets vaker. Omdat ik dan denk, dan begin ik alvast met een lekker kleurtje. Voordat ik naar Ibiza ging, was ik bijvoorbeeld 2 keer onder de zonnebank geweest. En als ik nu zo terugkom van een vakantie, dan probeer ik het ook wel bij te houden. Bijvoorbeeld 1 keer in de maand naar de zonnebank te gaan. En ook heel veel mensen die altijd vragen wat ik dan onder de zonnebank of zo gebruik. Maar eigenlijk niks. Je hebt natuurlijk als je bij de zonnebank komt allemaal van die cremmetjes en dingetjes staan. Maar ik vind dat altijd zo achterlijk duur, 7 euro voor een zakje. Dan denk ik, ja, nee, ik doe het wel gewoon lekker met mijn eigen huid. En dat werkt altijd. Als ik op vakantie ga en zonnebrand gebruik, dan doe ik wel vaak bijvoorbeeld van Lancaster de factor 30 op mijn huid. En dan daar overheen de Haarlemmer bruin. Want van Haarlemmer bruin word je gewoon heel snel bruin. Maar het is wel echt super slecht om dat alleen op je huid te doen. Want je bent natuurlijk gewoon niet beschermd. Dus dan doe ik altijd een factor 30 gewoon eronder en dan die eroverheen. Je hebt ook Haarlemmer bruin met factor erin volgens mij. Maar die is en mega duur. Wat ik echt absurd vind. En heb ik het idee dat, ja, je hebt alsnog alleen olie op je lichaam. Dus ik vind het altijd lekkerder om dan nog een soort crème factor 30 eronder te doen. En dat werkt eigenlijk ook altijd. Dat was weer even deze bijkletsvideo en mezelf opgemaakt. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vanaf volgende week is er weer gewoon natuurlijk een weekvlog online. Maar omdat ik geen Ibiza vlog had of daar niet heb gevlogd in ieder geval, dacht ik, ik vind het wel leuk om deze video even te uploaden. En jullie weer even bij te praten over hoe alles gaat en hoe alles is. Ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie snel weer. Bye.